Ik had ook steeds zoiets, ik moet dit gauw regelen allemaal, want dan kan ik rouwen. Dan kan ik toegeven aan mijn verdriet. Ja, dat werkt niet, want ik ben er nog niet. We zijn 5 maanden verder en het is nog niet allemaal geregeld. En dat is gewoon heel erg frustrerend. Mijn dochter Annelotte had een bijholteontsteking en dat is doorgeslagen naar haar hersenen. Ze heeft een hersenvliesontsteking gekregen en 15 augustus is ze overleden. Ze was in juni 24 geworden. Heel actief, volop in het leven en opeens is het over. Annelotte had als ZZP'er een bedrijf in TikTok-filmpjes. Moeder had de volmacht om alles voor het bedrijf te regelen, maar ondanks dat ze grote instanties de overlijdensakte had gestuurd, loopt de afhandeling niet soepel. We hadden eerst de moeilijkheid dat we niet in haar laptop en in haar mobiel konden. Daar hebben we heel veel moeite voor moeten doen, dat is gelukt. En dan kan je eindelijk allerlei mensen en bedrijven op de hoogte gaan stellen. Zij is ZZP'er, dus moeten iedere 3 maanden omzetbelasting inleveren. Ze hebben gewoon allerlei dingen gegokt, terwijl ik al had aangegeven, ze is ZZP'er, een eenmansbedrijf. Zij is overleden, dus er wordt niet meer gewerkt. Er komt niks meer binnen, er gaat niks meer uit. De laatste keer dat ik gebeld, heb ik 2 uur aan de telefoon gezeten en heb ik 5 verschillende mensen gesproken voordat ik antwoord kreeg op mijn vraag. En daar zit je niet op te wachten. Dus als je klaar bent met je telefoongesprek, ben je weer heel erg verdrietig, gefrustreerd. Dit noem ik mijn mama-boek. Ik noteer alles wie ik gebeld heb, wat ik gedaan heb, wat er besproken is. En ja, dat is ondertussen al een hele administratie geworden. Er ligt ook heel veel post van de bank. En daar gaat gewoon heel veel tijd overheen en heel veel mail en heel veel post. Weet je, de een na de ander vertelt hele andere verhalen. De een zegt, je moet een volmacht hebben van de Kamer van Koophandel. En dan heb je eindelijk met hun contact. Die zeggen, nee, dat is helemaal niet waar. De volgende zegt, nee, dat hoeft niet. Maar u moet wel een volmacht voor de DigiD aanvragen. Weer een ander zegt, je moet eerst dit regelen, je moet eerst dat regelen. En zo weet je eigenlijk niet meer wat je moet doen. En ook in de telefoonwinkel is het niet goed gegaan. Na 2 maanden stond ze pas als overleden in het systeem. Terwijl ik daarvoor 2 maanden eerder al haar overlijdensakte had laten scannen. En dat was in het systeem gezet, werd mij verteld. Heb je daar zin in als je in rouw zit? Nee, absoluut niet. Ik had ook steeds zoiets, ik moet dit gauw regelen allemaal, want dan kan ik rouwen. Dan kan ik toegeven aan mijn verdriet. Ja, dat werkt niet, want ik ben er nog niet. We zijn 5 maanden verder en het is nog niet allemaal geregeld. En dat is gewoon heel erg frustrerend. En vervelend en ik denk onnodig.